Dit is een van Suid-Afrika's grootste kos, wijn en leefstijlfeeste. Een van die wereldse bekendste chefs is hier in actie. Maar vanjaar kan bezoekers ook voor de eerste keer een echt Afrikaanse vertoning tafelpraatjes hierbij woon. Logner de Kok het bezoekers vandaag trakteer en daar is sommer lekker gebak, gebrou en verskeie staaltjes vertel. Baie van ons mensen ken jou als een muzikant, als acteur natuurlijk. Van waar die liefde voor kos maak? Ek dink die liefde voor kos maak kom van Stellenbosch af, toe ek een student was. Het ek so'n primus toofie gehad, een noodleerbid, toe het ek maar een bykie sop gemaakt en sikker goed vir my pelle. En ek het een kookboek percent gekry, aan die De Villiers kook en geniet. En toe die dinge maar beginne, en so met die laaste 40 jaar, en baie lees en met ander chefs werk, het ek nou maar so in die kos beland. Tijdens vertoonings kry gasten die geleentheid om na bekende se kosstories te luister, terwyl daar weggeleid word aan echt Suid-Afrikaanse disse. Maar dit is vooral die stilering van die stalletjie wat sal byval vind by bezoekers. Van tafelpraatjies en andere trekpleisters is wereldreisiger Johan Bakkes, die chef Isabelle Niehaus en skrywer Dana Snyman. Tafelpraatjies duur tot Sondag. Percy Wiljang, Unies, Kaapstad.